moest dat nou? Ja, zo kan ik hem starten. Dit zag ik toevallig. Dan kom je terug in Nederland en we mopperen er vaak op. Maar wat is het toch een prachtig land. Koeien buiten nog, gras nog groen. Molens, eenden, nou ja, al bekende Hollandse beelden. Dan hou je weer van Holland, hè? En ik weet wel, ik mag niet zo denken, want ook het Simplistisch Verbond heeft de antidiscriminatieovereenkomst ondertekend. Maar je loopt dan door zo'n Hollands landschap en je kijkt om je heen en dan ineens, dan stuit je toch op iets waarvan je denkt, dit. Ja, niks op tegen, maar ik vind het geen gezicht. Ik vind gewoon geen gezicht. Ik vind het gewoon geen gezicht. Waarom staat daar dus niet gewoon, want daar gaat het waarschijnlijk om, schapen. Hè? Slachtschapen te koop. Maar waarom staat dat dan in het Arabisch? Geef dan iedere immigrant het leesplankje. Aap, noot, mies, wim, zus, jet, teun, vuur, gijs, lam, kees, bok, weide, douche, hok, duif, schapen. Dan zien ze hoe Nederland eruit zag en dan weten ze hoe schapen geschreven wordt. Het klinkt nou een beetje Bolkestein-achtig, zo bedoel ik het niet, maar ik vind geen gezicht. Hè? Hier moet staan schapen. Dat staat er ook wel, maar ik kan het niet lezen. Ik bedoel, als er Zimmerfrei staat, is het ook buitenlands. Maar dat is deel van het Hollands landschap langzamerhand, Zimmerfrei. Maar dit, ik vind geen gezicht. Schapen, graag. Ja.